De Nederlandse politie ziet de afgelopen jaren een toename in meldingen van mensen die verward gedrag vertonen. Iets wat de media zeker niet is ontgaan en waarbij wordt gewezen naar psychiatrische patiënten. Het gevolg: maatschappelijke onrust en nog meer stigmatisering van mensen met een psychiatrische aandoening. Dit laatste is onterecht. Mensen met verward gedrag worden vaak gezien als gevaarlijk, als psychiatrisch patiënt. Maar lang niet alle verwarde personen hebben psychiatrische problemen. En lang niet alle mensen met psychiatrische problemen vertonen verward gedrag. In veel gevallen gaat het om mensen die een persoonlijke tegenslag hebben gehad en dat niet goed weten te verwerken. Iets wat iedereen kan overkomen. Daarnaast wordt de afname van klinische behandelplaatsen in de GGZ aangewezen als boosdoener van de stijging in meldingen van mensen met verward gedrag. Ook dit is onjuist. Altrecht GGZ heeft de afgelopen jaren het aantal bedden afgebouwd en de hoeveelheid thuisbehandelingen verdubbeld, terwijl het aantal crisisbeoordelingen gelijk is gebleven. Een crisisbeoordeling is een inschatting van de psychiatrische problemen. Wanneer iemand zich verward gedraagt, wordt meestal eerst de politie gebeld. Als de politie denkt dat de persoon in kwestie psychiatrische problemen heeft, wordt de crisisdienst gebeld. Wij doen een beoordeling en bepalen het behandeltraject. Als de persoon met verward gedrag geen overtreding heeft begaan, proberen we opsluiting altijd te voorkomen. Hij of zij heeft tenslotte hulp nodig, geen straf. Altrecht GGZ zet zich in voor een zo goed en menswaardig mogelijke behandeling van mensen met een psychiatrische aandoening.